allemaal, ik heb vandaag weer eens een shopvlog voor jullie. Ik heb namelijk een bestelling gedaan bij Forever 21. Voor het eerst heb ik het besteld. Normaal ga ik eens in de zoveel tijd naar Forever 21 in Amsterdam. Maar goed, ik kan voorlopig niet zo ver, want dat is dan niet handig met kolven. Dus ik dacht, ik doe een bestelling, want ik heb al heel lang een missie voor nieuwe zwarte boots. Ik had hele fijne zwarte boots. Ik woonde erin. Vond het fantastisch. Maar het kon echt niet meer. De gaten stonden erin. Als ik erin stond, dan zag je dat mijn hiel er helemaal naast zat. Zo, ze waren echt een vervanging. Maar ik kan geen leuke vinden. Dus ik zag op een gegeven moment een paar bij Forever 21. Dus ik hoop heel erg dat ze leuk zijn. En het is dan denk ik meer een soort tijdelijk paar. Want ik denk dat ik een paar goede echt leren wil. Maar ik kan echt niks leuks vinden. Ik ben echt op de halve wereld sites langs geweest, winkels. Ik weet het allemaal niet. Dus ik ga deze proberen. Ik hoop dat het wat is. Maar toen was ik toch lekker aan het surfen. En toen dacht ik, of aan het shoppen online. En toen dacht ik, nou, er kan vast nog wat meer gevonden worden. En uiteindelijk heb ik een goede zak vol. En ik was hem net aan het openmaken. Dacht ik, nee, weet je wat ik ga doen? Een shoplog. Ik weet nog niet of ik de items ook kan laten zien. Als het zo is, dan plak ik dat hier steeds zeg maar, achter het item aan. Maar het hangt er een beetje van af hoe lang Niels het nog volhoudt. Want binnen nu en een half uur wil hij eten. Maar soms is het ineens een kwartier. En soms is het drie kwartier. Dus het hangt er een beetje van af of het gaat lukken. Maar anders dan zie je ze ongetwijfeld in outfit of CD of iets voorbij komen. Als eerste dus de schoenen. Dat was het eerste wat ik uit de zak trok. En dit zijn ze. Dus ik ben heel benieuwd. Even kijken of ze zitten aan elkaar. Dit zijn ze. Nou, zo op het eerste gezicht vind ik ze wel stoer. Ik had bij Asos een leuk paar gezien met stilzak. Met wat meer gespen en dingen. En zonder veters volgens mij. Maar die had ik besteld. Maar die waren in het echt vond ik ze niet zo leuk. Deze vind ik er wel stoer uitzien. Ook niet te grof, zeg maar. Maar ja, dus ik ben heel benieuwd of ze passen. Ik weet niet of ik ze prijzen kan zien. Ik ga even kijken, want zoals ik al zei, bestel ik nooit bij ASOS. Ik weet dat deze in de of ASOS bij Forever 21. Even kijken. Ja, ik denk dat ik het kan zien. Ja, deze waren in de sale. Ze waren normaal 38 euro, dacht ik dat ik net ergens zou staan volgens mij. En nu waren ze 25,99 euro. Dus deze, ik hoop echt dat ze passen en dat ze nou, zo stoer staan als ik hoop. Ik ga dus nu random dingen uit de zak pakken. Even kijken, wat hebben we hier? Oh ja, dit is een jurkje. Ze hadden een nieuwe, voor mijn gevoel, een soort nieuwe lijn. De Forever 21 Contemporary. En het is net iets volwassener en dat vond ik wel leuk. Dit is een wijdvallend zwart jurkje van een, wel een beetje een nettere stof. Ik zie dat hij wel enigszins doorschijnt. Dus ik moet even kijken hoe dat uitvalt. Maar ik vond de rug heel leuk. Ik weet niet of je het kunt zien, maar daar zitten gaten in. Nou, hier hangt het bonnetje. Ik heb van de meeste dingen maat S besteld, maar soms wist ik het ook niet helemaal. Maar bij dat Contemporary stond iets van dat het een halve maat groter valt of zoiets. Dus nou ja, dus deze. Ik vind hem zo op het zicht heel leuk uitzien, dus ik ben benieuwd. En deze was, ja dan gaan we natuurlijk dat wordt zoeken. Even kijken of ik het ook op de zak nog ergens zie staan. Oh, misschien hier gewoon in. 25 euro. Ja, 25 euro. Het is stevig. Pakken we het uit. Dit is ook 25 euro, maar sommige dingen kan zijn dat die inmiddels goedkoper zijn. Want ik heb best wel wat in de sale gekocht. Dit is een soort truijurk. Vond ik er super comfortabel uitzien. Ik weet niet helemaal of de kleur wel mooi staat. Dit is denk ik ook, oh, dit is niet van het Contemporary, deze heb ik wel een M besteld. En die heeft hier zakken met ritsen en is gewoon zo'n hele lekkere wijdvallende ja, jurk sweater. Lijkt me ook heel leuk. Oh ja, haha. Iets met flamenco's. Ik ben dol op de pyjama's van de Forever 21. En deze vond ik echt fantastisch. Dit is een hemdje, wit hemdje met knalroze flamingo's. En een bijbehorend broekje. Volgens mij in maat M heb ik het gedaan. Omdat ik denk dat de pyjama's mogen lekker loszitten. Ja, deze vind ik echt super leuk. Deze was
15 euro. Ik noem gewoon de prijzen die op het kaartje staan. En ik weet dus niet of het soms dan in de sale is. Maar... ik vond trouwens dat het best wel snel bezorgd werd. Met UPS. Ik heb echt nog nooit iets via UPS bezorgd gekregen. Oeh, dit voelt een beetje kriebelig. Ja, dit is een beetje een... ik dacht oversized trui. Maar als ik zo zie valt het wel mee qua oversized. Dit is iets losser. En grijs. En ik vond het wel mooi dat die mouwen, zoals je ziet, zijn strak en wat dunner. En even kijken of dit nou, dit is volgens mij wel weer, ja, dit is weer die Contemporary. Dit is een S, 24 euro, maar deze was volgens mij wel de sale. Maar ik vind hem wel leuk, maar ik weet niet of ik er tegen kan. Ik ben namelijk, dit vind ik ook wel leuk, dus een soort veetje ook in, zeg maar, het is een veehals aan de voorkant, maar dus ook een veetje aan de achterkant. Weer iets zwarts, waar wel altijd zo'n kartonnetje tussen moet zitten. Ja, ik snap dat ze het netjes willen opvouwen, maar met al die kartonnetjes. Plakt ook overal aan vast. Oh ja. Dit vond ik ook wel leuk voor de zomer. Dit is een jurkje. Maar dan off-shoulder. En dan valt hij verder gewoon los. En ik weet niet. Ik zie dat het nu ook weer iets doorschijnend is. Dus dat is altijd weer een beetje jammer. Maar ik moet zeggen, als ik het zo hou, denk ik dat het wel meevalt. Misschien gewoon wel een broekje of zo eronder doen voor de... een boxershortje. Maar ik vind hem wel heel... ik dacht, het is heel leuk. Dat zit dan zo. En dat is heel zomers. Ja, deze vind ik ook leuk. Ja, het is ook maar weer de vraag hoe het zit. Maar zo te zien zijn het allemaal wel items die me zouden passen. Deze is 16 euro. Oh ja. Dit is ook nog een pyjama. Deze was ik ook meteen verliefd op. Ik ben dol op dit soort grote t-shirt pyjama's. En deze vond ik heel leuk vanwege de... een beetje roze kleurige print. I adore lazy Sundays. En die vind ik heel leuk. Ja, en ik hou van grijze pyjama's. En ik vind dit soort beide shirts gewoon heerlijk. Ik heb er nu een aantal van de Hunkemuller. En ik heb een aantal van First 21. En een van de H&M, geloof ik. Maar ja, zeker nu met borstvoeding en zo. Het wordt zo snel vies dat ik vond dat ik nog wel pyjama's kon gebruiken. Zo, dit is roze. Oké, dit is een zand. Even kijken. Hoe is dit? Oh ja, dit was ook een jurkje. Dit vond ik heel poepig. Het heeft een kant V-halsje voor en achter. En dan aan de onderkant zitten ook nog kanten details. Het enige is natuurlijk weer het doorschijnen. Ik denk dat deze, op de camera lijkt niet zo, maar ik vrees dat deze te veel doorschijnt. Maar het is wel zo lekker zo'n... hoe noem je dat ook weer? Een babydoll jurkje. Gewoon lekker losvallend. Dus ik vind het wel heel leuk. Maar ik vraag me wel af of het gaat werken. 18 euro. Mocht ik trouwens alles laten zien, excuse mijn witte benen. They haven't seen sunlight in quite some time. Het is wel grappig misschien om te vertellen dat ik voor mijn bruiloft... wij zijn getrouwd in het buitenland. Als je er filmpje van zal zien, dat staat ook al op mijn YouTube kanaal. Onder het kopje bruiloft, denk ik. Bij mijn afspeellijsten. En daar heb ik heel veel... wij trouwden in het buitenland, dus we waren zeg maar ongeveer een week... eigenlijk 2 weken weg. Oh. Oké, ik ga even doorvertellen. En ik vond het leuk om de hele... nou ja, bruiloftsreis en honeymoon... een beetje in mooie witte en lichtroze jurkjes rond te dartelen. En het grappige is dat ik een heel leuk jurkje had. En dat is deze. Die heb ik dus nu nog een keer. Ik denk alleen dat ik hem nu een maat groter heb gedaan. Dus misschien dat dat mooi zit. Maar ik wist... dus hij, nou, dat bewijst maar dat ik hem leuk vind. Maar deze heb ik dus al. Great. De wit, gebroken witkante jurkje. Wel een heel chill modelletje. Even kijken hoor, ik denk dat dit alweer het laatste is. Ja, maar alweer, het is vrij veel. En dit zag er super comfortabel uit. Ik ben dol op super comfortabel. Ja, kijk. Dit is een huisbroek. En deze was 12,90 euro. Gewoon een wat wijder pijp.
En gewoon heel comfy. En ik hou hier ontzettend van. En ik zit eigenlijk thuis altijd in zo'n broek. Zeker nu met Niels en met voeden en zo. Doe ik gewoon. Ik heb nu ook een jongbroek aan. Ik heb thuis altijd een jongbroek aan. Dus deze. En die is wat dunner. Vond ik wel lekker voor de lente en de zomer en zo. Dat is het. Dat is alles wat ik kocht. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik hoop dat ik alles nog heb kunnen laten zien. En anders dan komt het gewoon voorbij in Outfit Post. Of als je iets specifieks in Outfit Post wil zien, laat het ook even weten hieronder. En ik wil jullie super bedanken voor het kijken. En ik wens jullie nog een hele fijne dag. Het is vandaag super zonnig. Ik hoop dat als jullie dit film zien, dat het ook super zonnig is. Want jee, lente. Ik hou ervan. Doeg!